Nou, mevrouw, kom lekker even droog staan. Het publiek binnen de koepel is in ieder geval groter dan het publiek buiten de koepel. Het Open Oranje Atelier moeten we natuurlijk officieel openen, dat hoort erbij. We gaan vandaag tussen 11 en 3 het grootste statieportret aller tijden maken. Een portret met dank aan Nijhoff van 6 bij 4 meter met 600 stukjes van 20 bij 20 centimeter. En aan u allebei het eerste tegeltje, of de eerste twee dan uiteraard, van dat portret van Willem-Alexander en Maxima. Een herdenking die wij aan het Kronings- en Koningspaar kunnen geven vanuit Baren. Ik leg de stukjes hier klaar. De kwasten, de verf, de bordjes, alles is gereed. En dan wil ik aan u vragen om bij deze officieel het schot te geven dat we kunnen beginnen aan dit statieportret. We tellen met z'n allen af. 3, 2, 1... Kevin van den Berg, het feest in de Pekingtuin ging niet door, het open atelier, maar jullie hebben het goed opgelost. Ja, helaas, in de Pekingtuin kon het niet doorgaan. Wij keken afgelopen vrijdag naar de weersverwachtingen en dat zag er zo beroerd uit dat we het moesten verplaatsen. Want aflassen vonden we ook geen optie, dus we hebben een aantal dingen uit ons Pekingtuin-programma van het Open Oranje Atelier verplaatst naar de Brink. En dat zijn? Dat zijn het grootste statieportret aller tijden. Dat is dan meteen de grootste eyecatcher van het geheel. Een gigantische lijst van 6 bij 4 meter met een portret van Willem-Alexander en Maxima. Die hebben wij opgedeeld in 600 stukjes. En het aanwezige publiek is nu aan het schilderen om al die verschillende stukjes in die lijst te leggen. En uiteindelijk hebben we dan dus het grootste statieportret aller tijden. Een land van 1000 meningen die iedereen graag gaf. U luisterde en bleef beleefd. Daar bent u nu vanaf. En dan al die regeringen met u daar op de traag. Het fris en vrolijk resultaat van heel lang handje klaar. Ja, altijd was u op uw post, actief en zelden moe. De vrouw die van geen wijken wist, komt aan zichzelf toe. Koningin van alle mensen. Op dit hele kleine stukje aarde, die 33 jaar dat was, van niet te schatten waarde. Koningin van alle mensen, op dit hele kleine stukje aarde, dat u ze bij elkaar hield was, van niet te schatten waarde. U was vorstin. En geen mevrouw was onze majesteit. Maar soms was u heel eventjes gewoon een toffe meid. U hoeden, haar en kleding lijn, wat was u consequent? Wij holden achter alles aan, u was uw eigen trend. Maar straks dus op de groene draak, weg met dat etiket. De wind waait losjes door uw haar. Het leukste nog, want althans ik vind het voor nu het leukste, we zijn met die lijst al bezig, is dat we om 3 uur gaan afsluiten met een dromenoplating qua ballonnen. Dus we hebben een ballonoplating met allemaal droomkaartjes eraan. Het aanwezige publiek kan zijn of haar droom voor ons land opschrijven. En om 3 uur gaan dan allerlei ballonnen de lucht in met onze dromen voor Nederland. 6, 5, 4, 3, 2, 1... En dan maar kijken waar ze terechtkomen. En de ballon die het verst weg terechtkomt, die wint een weekendje Landal Green Parks. Als voor een bepaalde datum het kaartje wordt teruggezonden. Waar komt het statieportret te hangen als het klaar is? Nou, het statieportret, daarvoor zijn alle materialen ter beschikking gesteld door Woonwarenhuis Nijhoff. En vanaf aanstaande woensdag 1 mei komt daar ook die grote lijst te staan. Wij dachten in eerste instantie bij die grote entree, daar hebben ze altijd een heleboel leuke versieringen. Maar dat past helemaal niet, want deze lijst is nog veel te groot. Dus hij moet in het glazen huis, zoals ik het maar even noem, buiten. Hij moet daar in dit grote kas opgebouwd worden en daar gaat hij staan vanaf aanstaande woensdag.